Vandaag een antwoord op de vraag van Tom. Onlangs is de wintertijd weer ingegaan. De klok is verzet. En Tom heeft net als in vorige jaren, heeft hij nou haast wel meteen al gemerkt dat hij dan al spoedig last krijgt van psychische klachten. En dat elk jaar opnieuw, vanaf het ingaan van de wintertijd, dus van zomertijd naar wintertijd, ervaart hij psychische klachten. Hij ervaart een sterke vermindering van geestesenergie. Hij heeft veel minder zingevoelens. Raakt veel eerder uitgeput van positieve energie en zin. Dat merkt hij elk jaar opnieuw. En dit jaar, ja, de klok is nog maar net verzet, merkt hij dat opnieuw. En hij heeft wel eens begrepen dat velen met hem dit zo ervaren. Nou, nu is de vraag van Tom, oké, dat kan dan wel zo zijn, maar waarom is dat zo? Hoe kan het dat vanaf het moment van klokverzetten ik opeens zoveel minder geestesenergie ervaar en daaruit voortkomende psychische klachten meer ervaar? Nou, Tom. Eerst eens bespreken wanneer psychische klachten zullen ontstaan. Ja, wat moet in jouw psyche, dus in jouw hoofd, in jouw hersenen, wat moet daar plaatsvinden voortdurend, of het nou zomer of wintertijd is, welk jaargetijde ook maar en hoe de klok ook maar staat of verzet is. In jouw hersenen moet voortdurend de ontvangen informatie door jouw zenuwcellen verwerkt worden en geïntegreerd worden. Om informatieverwerking goed mogelijk te maken, ja, en het is belangrijk om dat goed te laten verlopen, wil je dus geen psychische klachten ervaren. Want eerst moet het goed verwerkt worden, wil er vanuit je hersenen weer een signaaloverdracht plaatsvinden om jouw gedrag te kunnen reguleren, jouw handelingen te bepalen en dergelijke. En op elkaar af te laten stemmen. Die hersenprocessen, die informatieverwerking kan niet goed verlopen wanneer in jouw hersenweefsel onvoldoende energie is gevormd. En je kunt dus ook, zult dus ook klachten gaan ontwikkelen, psychische klachten voortkomend uit minder goed verlopende hersenprocessen, minder goed verlopende informatieverwerking in je hersenen, wanneer er opeens een tekort aan energie of een dalend niveau aan energie is ontstaan in jouw hersenen. Dus kennelijk, gezien het feit dat jij duidelijk die daling in geestesenergie en psychische klachten ervaart, vanaf het moment van het ingaan van de wintertijd, dus de klok die dan verzet is, hebben jouw hersenen dan onvoldoende energie opeens. Dus hoe is de wintertijd daarop van invloed? Jouw lichaam probeert voortdurend een ideale samenstelling van jouw bloed te bewaken onder invloed van signaalstoffen die het gehalte daaraan reguleren en naar aanleiding van het gehalte aan vocht en voedingsstoffen in je bloedbaan, dus of jouw lichaam in een goede of niet zo goede voedingstoestand verkeert, wordt het dan wel genoemd. Als er een optimale samenstelling van vocht en voedingsstoffen in je bloedbaan heerst, dan heerst er een goede voedingstoestand in je lijf. Is die samenstelling niet optimaal, dan heerst er een niet zo goede voedingstoestand in je lijf of zelfs slechte voedingstoestand in je lijf. Dan naar aanleiding van die bloedsamenstelling worden er signaalstoffen gevormd die processen aansturen en reguleren om te kunnen bepalen wat er van dat vocht en die voedingsstoffen in jouw bloedbaan bewaakt moet blijven om niet dood neer te vallen en wat dan waar naartoe mag. Want ja, als er niet zo'n hele goede voedingstoestand heerst in je lijf, niet zo'n hele ideale samenstelling van je bloed, ja, dan
mag het alleen maar eventueel over de meest vitale weefsels verdeeld worden. Maar minder belangrijke weefsels met minder belangrijke processen voor het algehele overlevingsmechanisme, ja, die mogen het dan echt even niet verkrijgen. Want je hebt dus standaard wat vocht en voedingsstof in je bloedbaan aanwezig nodig, want anders val je dood neer. Jouw hersenen zullen minder aanvoer van vocht en voedingsstoffen verkrijgen op het moment dat dus die ideale voedingsstofsamenstelling in jouw bloedbaan niet aan de orde is en wanneer signaalstoffen die de vocht- en voedingsstoffenstroom kunnen helpen garanderen naar verschillende delen van je lijf, wanneer die signaalstoffen, wanneer die minder afgegeven worden in jouw lijf. Ja, er zijn dus signaalstoffen die bijdragen aan een betere aanvoer van vocht en voedingsstoffen richting jouw weefsels en dus een betere voedingsstoffen al toestand al daar, maar ook signaalstoffen die juist dat doen afnemen, de vocht- en voedingsstoffenstroom richting jouw weefsels, omdat het dan een bepaalde rustniveau bereikt moet worden en in stand gehouden moet worden. Nou, hoe zit het? Bij het ingaan van de wintertijd en het terugzetten van de klok, dan worden de dagen korter, zeggen ze wel eens. Dat wil zeggen, er zijn minder uren daglicht in jouw dag. Het wordt eerder schemer door het verzetten van de klok. Nou, nu, de afgifte van signaalstoffen in je lijf, aan de ene kant aletmakende, activerende signaalstoffen, welke bijdragen aan de brandstofbevoorrading van verschillende delen van je lijf, zoals je hersenweefsel. En aan de andere kant rustgevende, kalmerende, gericht op herstelprocessen, signaalstoffen die niet aan die brandstofbevoorrading bijdragen, maar juist de brandstofuitputting ten gunste van herstelprocessen en die rust en dergelijke. De afgifte van signaalstoffen wordt onder andere beïnvloed door het oppikken van daglicht, dus blauw licht door jouw netvlies. En zodra de schemer inslaat en dus dat daglicht afneemt, dan wordt juist de afgifte van de tegenhangers, die rustgevende signaalstoffen en dergelijke, gestimuleerd. Dat wil zeggen, bij het ingaan van de wintertijd en het minder oppikken van dat blauwe licht, dat daglicht, minder uren dan toen de klok nog niet verzet was, zal de afgifte van die aletmakende brandstofbevoorraden signaalstoffen, activerende signaalstoffen, zal dalen. Met als gevolg dat de brandstofbevoorrading van jouw hersenen, ja, die zal dus ook verminderen, zal op minder uren van een dag plaatsvinden, maar het verkrijgen van informatie om te verwerken, dat neemt niet af. Dus er wordt meer gevraagd, er vindt meer uitputting plaats in jouw hersenen naar verhouding ten opzichte van de aanvoer vanaf dat moment. Ja, en dat kun je dus gaan merken in geestesenergie. En dat heeft dus te maken met minder uren op een dag dat jouw lichaam gericht is op activiteit en het bevoorraden van jouw weefsels, waaronder jouw hersenweefsel, in brandstof om energie uit te kunnen produceren. En dus meer uren gericht is op brandstofuitputting. Maar die brandstofuitputting, ja, dat zal dus heel snel plaatsvinden als die bevoorrading minder uren heeft plaatsgevonden. Nou, en wanneer kun je dat dus meteen, zoals jij, Tom, al merken bij het ingaan van de wintertijd, wanneer voorafgaand aan het ingaan van de wintertijd jouw lichaam al niet in een ideale voedingstoestand verkeert? Die overgang kan dan maken dat je behoorlijk snel uitgeput raakt van geestesenergie. Stel, jij zou in een hele goede voedingstoestand verkeren, dan zou je die overgang niet zo direct hoeven
merken. Want dan is jouw lichaam in staat om met die overgang tussen alle maak- en rustgevende signaalstoffen dat op te vangen, zeg maar.